Chilled Cheesecake. Bekleed de bodem van een springvorm met een doorsnede van 22 cm met bakpapier. Smelt 30 gram boter in een steelpan. Maal 1 rol Oreo-koekjes fijn in de keukenmachine. En voeg de gesmolten boter toe. Verdeel het koekjesmengsel over de bodem van de springvorm. Druk de kruimels aan en zet de bodem in de koelkast. Week 3 blaadjes gelatine 5 minuten in koud water. Pureer ondertussen met een staafmixer 375 gram frambozen met 1 zakje vanillesuiker. Verwarm 5 eetlepels frambozenpuree in een steelpan tegen het kookpunt aan. Neem de pan van het vuur. Knijp de gelatine uit en los de blaadjes op in de warme puree. Schenk dit bij de koude puree. Klop in een beslagkom 125 ml slagroom met 4 eetlepels suiker stijf. Roer 125 ml crème fraîche met 250 gram mascarpone los in een andere beslagkom. Spatel de frambozenpuree, slagroom en 4 eetlepels bietensap luchtig door het mascarpone mengsel. Neem de taartbodem uit de koelkast en schep het frambozen mascarpone mengsel erop. Zet hem minimaal 3 uur afgedekt in de koelkast. Zo maak je chilled cheesecake.